verkiezingen van het Europees Parlement staan voor de deur, maar er is eigenlijk maar weinig media-aandacht voor. Wat moet de lijsttrekker van het CDA doen om de kiezer naar de stembus te krijgen? We volgen Camille Eurlings een dag tijdens zijn campagne door het land. Camille is al vanaf 8 uur vanmorgen bezig en we treffen hem om 2:30 in Dordrecht op Schippersschool De Horizon. Dus ik ben van dezelfde club van Jan-Peter. Alleen in Europa hebben wij onze CDA, waar ik dadelijk, dat clubje ga ik dadelijk leiden. Maar we hebben ook een hele grote groep van allemaal CDA's van verschillende landen die zich hebben samengepakt. En die partij heet de EVP, dus de Europese Volkspartij. Ken je Camille Eurlings? Nee, echt niet. Dus je hebt hem vandaag voor het eerst gezien? Ja. Wist je wat hij kon doen? Ja, wel een beetje. En wat kon hij doen dan? Nou, een beetje vertellen over zijn leven en wat hij allemaal doet en zijn beroep en buitenland. En weet je wat hij precies aan het doen is dan nu? Hij is nu een campagne, hè? Ja. Voor het Europees Parlement. Parlement. Juist, en de rest zit hij Leider, weet hij? Ja, af en toe op heel aparte dingen. Camille heeft de klas nog niet verlaten of hij moet al het interview afgeven aan een plaatselijke krant. Groningen, er een heel emotioneel verhaal houdt hoe zijn vader heeft geleden onder Ceausescu, die oude dictator. Ik moet in de mediatheek, heb ik gezien. De mediatheek, prima. In de mediatheek staan de plaatselijke ondernemers hem op te wachten. Hij moet een toespraak houden tijdens de borrel. Intussen is het campagneteam druk bezig het volgende bezoek voor te bereiden. Meteen daarna weer de campagnebus in door de binnenstad van Dordrecht op weg naar de ferry. Ja, hallo. Hoi. Kom je weer op de Singel uit en dan kom je uit bij Kunstingen. En dan schijn je in de buurt van de Merwekade te zijn. Ja, wat zijn dat precies? Wat zijn de maaltijdbonnen voor de mensen die meegegaan zijn met de werkbezoeken? En daar worden de maaltijden door het organisatiecomité betaald. Dus als ze nou een maaltijdbon inleveren, kunnen ze van een buffet kunnen ze de maaltijd gebruiken. Continu moest denken van, heb je alle maatregelen genomen met het mesket? Op de Schippersschool in Dordrecht, ja, ze hebben geen vragen gesteld voor kinderen. Ja. Waren het nou echt hele zware, moeilijke vragen of viel het er wel mee? Het waren gewoon hele normale vragen en dat is maar gezond ook. Stel je voor dat kinderen op die leeftijd allemaal moeilijke, zware politieke vragen gaan stellen, dan moet je echt zorgen gaan maken. Maar er waren een paar hele leuke bij. Natuurlijk een aantal persoonlijke, ken je Jan-Peter Balkenende en dit en dat, kom je vaak op televisie. Maar men had ook een paar hele inhoudelijke vragen. Bijvoorbeeld een jongen die zei, mijn papa en mama met de boot worden aan de grens niet meer gecontroleerd. Komt dat nu door Europa? Was dat vroeger anders? Hoe zat dat vroeger met het ijzeren gordijn, vroeg iemand. Hoe was dat dan precies? Om de files te vermijden gaat de reis naar Rotterdam over het water. Voor Camille een moment om even tot rust te komen. Weet u wie dat is? Ja, gezond. Oh, nou, hier is nog meteen wat werk in het verschiet. Het zou ongezond zijn als hier iemand ineens zou gaan zitten met een cameraad, zodat er geen politiek gaat lekken. Dat zou, ja. Zou niet goed zijn. Ja. Oké, okay, nou, zal ik hem nog even met rust laten? Ja? Prima. Nou, de CDA-bijeenkomst is vanavond in Café Prachtig onder de Zwaan van Rotterdam. In het café zijn alle voorbereidingen nog in volle gang. Hoeveel interviews geeft hij op een dag? Ik weet niet precies vandaag. We hebben vanochtend een aantal gehad rond 8 uur met het ontbijtdebat. Nou, vanmiddag nog met een paar mensen gesproken, nu weer. En er komen er vanavond nog een paar. Misschien vandaag een stuk of 10, denk ik, met een paar telefoons erbij. 10, misschien iets meer. Ik weet niet precies. Houdt niet bij. De PR-voorlichter wijkt tijdens de interviews niet van Camille's zij. Nee hoor, ik controleer en adviseer niet, maar ik sta gewoon de kandidaten bij met een perscontact. En dat betekent dus dat ik zelf zo min mogelijk voor de camera ben. Ja, ik snap het. Ja? Mevrouw van Bijsterveld, nog even voor al diegenen die niet weten wie u bent. U bent de voorzitter van het CDA, de grote basis eigenlijk.
Een vraag die vele Limburgers brandt op de lippen. Waarom heeft u juist Camille Eurlings vooruitgeschoven als lijsttrekker voor het Europees Parlement? Nou, wij vinden Europa enorm belangrijk. En de reden dat wij Camille naar voren hebben geschoven is dezelfde reden dat Camille ontzettend veel draagvlak heeft in Limburg. Namelijk dat we hem gewoon een hele geweldige, goede politicus vinden. En Europa verdient hele goede mensen en helemaal de lijsttrekker van het CDA. We zijn de grootste delegatie in Europa vanuit Nederland. Hij verdient gewoon een hele capabele lijsttrekker met veel charisma. En dat heeft hij. Oké, Camille, we hebben gezellig tussenstaan. Nu de avond bijna ten einde is, moet Camille nog poseren voor de fotograaf. Dat luistert nogal nauw. Hoe voelt een Limburgse politicus zich in het hart van Rotterdam aan de Maas? De naam van de rivier is goed. De gezelligheid net viel niet tegen. Maar ja, de echte sfeer is natuurlijk geworden in zijn eigen Limburg. En wat dat betreft is Limburg-Nederland qua sfeer de meest Europese provincie. Maar ook gewoon qua politieke positie. Het is in oesbelang dat we losser komen van Den Haag. En dat we gewoon de kansen voor Limburg kunnen grijpen. Minder Den Haag, meer Brussel. En daar wil ik gewoon de komende 4 jaar, ook als Limburgse volksvertegenwoordiger, want daar blijf ik natuurlijk ontzettend mijn best voor gaan doen.